Van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis met vandaag één gast. En dat is Remco Dijkstra. Remco, van harte welkom. Dankjewel, hoi. Tweede Kamerlid voor de VVD. En dat ben je al 4 jaar. Ja. De periode zit er bijna op. Hoe is het jou bevallen? Ja, heel goed. Tijd is voorbij gevlogen. Veel gedaan. Nederland is natuurlijk uit een situatie toen wij begonnen in 2012. Toen was er echt een hele diepe crisis. We stonden aan de vooravond dat er op een gegeven moment, ja, bij wijze van spreken, geen geld meer uit de pinautomaat zou komen. Zo diep was de crisis. En we hebben daar een aantal maatregelen genomen. Niet alleen de VVD, hè? Niet alleen de VVD, samen met de coalitiepartner PvdA. Mm-hmm. Uitslag was ook dat het niet anders kon eigenlijk. Om Nederland weer bovenop te helpen. Dus met hervormingen in de zorg, in de woningmarkt. Eigenlijk overal, noem het maar op. Pensioenen en dergelijke. Maar we zijn er nog niet. Die crisis is nu te boven. Het gaat weer beter. Maar de opgave is nu om te zorgen dat iedereen het gaat merken. Eventjes terug. Mensen die jou niet kennen. Eigenlijk ben je een kind van de regio. Zo mag je dat best wel omschrijven. Hè? Eerst ben je raadslid geweest in de gemeente Buren. Daarna statenlid. Ja. Voor de provincie. En toen ineens was daar die Tweede Kamer. Ja, snel gegaan. Ik ben nu 10 jaar actief. Ik ben nu 20 jaar geleden in de Betuwe komen wonen. Zocht na mijn studie een leuk huisje en een goede plek om te wonen. Nou, dat is hier. Lekker centraal. Waar kom je van oorsprong vandaan? Ik heb gewoond hiervoor in Arnhem en op de Utrechtse Heuvelrug. Dus aan de overkant van de rivier. Oké, okay. Dus echt een Gelderlander. Gelderlander, ja, zo kan je het zeggen. Vandaar ook jouw voorliefde voor Vitesse. Vanuit Arnhem is dat gekomen. Ja, toen ik daar studeerde, toen keek ik uit mijn raam. En toen zag ik zo lichten. En ik zag een voetbalstadion, een korte gejuich. Monnikenhuizen. In 93 was dat. En toen dacht ik, ja, hier moet ik een keer naartoe. En sindsdien ben ik verkocht en hou ik van voetbal. En nu ik in Lienden woon, ga ik af en toe ook daar kijken natuurlijk. Ja, ja. En TSC sla je ook niet over, neem ik aan. Nou, dat is de derby dan, hè. Lienden versus TSC. Ja, die staat ook weer op de rit. Ik geloof in april. Dus dat wordt ook weer smullige blazen. Ben je erbij? Daar ben ik bij, ja. Hey, even terug naar die politiek. 4 jaar in die Kamer. Kun je eens nou een goede schets geven hoe het er nou daadwerkelijk aan toe gaat? Hoe ziet jouw week eruit? Nou, mijn werkweek is eigenlijk 6 dagen. De zondag hou ik echt bewust een beetje vrij voor de familie om even te ontspannen en te wandelen. En ja, want hoeveel uur maak jij nou zo gemiddeld? Nou, eigenlijk werk ik continu, behalve de zondag. Ja. Die sla ik echt bewust over, omdat je wel een goede balans moet vinden. Maar de maandag is voor mij, dan begint eigenlijk de week. Vaak doe ik bedrijfsbezoeken, dus in het land. Ga ik kijken van wat er speelt. Dan zeg ik, hallo, ik ben Remco, ik heb geen zak met geld. Maar kun je mij vertellen waar je mee bezig bent? En waar let je dan specifiek op? Nou, met name belemmeringen, merk ik. Ik doe de milieu-klimaatportefeuille. En dan kom ik bij heel veel kleine ondernemers, startende ondernemers. Regelgeving dus. Regelgeving. En daar kan ik het verschil maken. Ik heb niet de zakken met geld of subsidies. Daar ben ik ook niet van. Maar ik kan er wel voor zorgen dat iemand zijn business kan bouwen. En juist kleine ondernemers om die te helpen. Of een middelgrote weer wat groter te laten worden. Daar ligt de uitdaging en kansen dat mensen ook over de grens kunnen gaan daarmee. Dus eigenlijk levert dat banen op en milieuwinst en economische winst. En dat is mijn missie. Maar kun je er ook voor zorgen dat die regeldruk minder wordt in die Tweede Kamer? Ja, en zie je daar ook al revenue van? Ja, een heel mooi voorbeeld, een klein voorbeeld. Maar bijvoorbeeld de drankenkartons, dat zijn de pakken melk en sap. Ja. Voorheen gingen die direct de verbrandingsoven in. Nou, dan zijn ze weg of je hebt er energie van. En tegenwoordig worden die apart ingezameld en kun je die ook heel mooi verwerken. Want er zit natuurlijk karton in en aluminium en vezels. En die krijgen weer een nieuw leven en een nieuw product. En ik heb dat in 2013 op de kaart gezet, onderzocht of het ook kan. Er bleek een papierfabrikant die dat ook wilde. Die wilde die grondstoffen opnieuw inzetten. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een nieuwe fabriek in Limburg, in Zwalmen. Waar nu iets van 30, 40 mensen werken. En dat hele proces van recycling en de inzameling. En dat was naar aanleiding van een werkbezoek op die maand? Onderzoek doen. In het buitenland gebeurde het al, maar in Nederland niet. Ik dacht, hoe kan dat nou? Dus we hebben daar een doelstelling neergezet. En we hebben ook gekeken, kan het rendabel worden? Want anders is het niet duurzaam wat mij betreft. En dat is in 2015, vorig jaar april, mocht ik op de knop drukken en werd de lijn geopend. Dus dat is natuurlijk wel, dat is lekker. Dat is wel bijzonder en dat is het voordeel van als je 4 jaar iets mag doen, dan kun je ook wat afmaken. En anders is het natuurlijk heel erg in de politiek beginnen en halverwege, dan weet je het niet meer. Ja. Maar ik ben nog niet klaar. Er valt nog veel meer te doen en vandaar dat ik weer op de lijst sta op plek 27. Ja, daarom moet men natuurlijk op jou stemmen. Dat is logisch. Hey, die dinsdag, hoe ziet die eruit? Want daar ga je naar Den Haag, neem ik aan. Nee, ik ga eigenlijk maandagavond meestal. Omdat de files zijn gewoon te druk. Dus daar moeten we ook zeker wat aan doen. Ja. Want op het moment dat ik 6:30 of 6:00 hier aansluit aan de file, dan ben ik op tijd in Den Haag. Maar het is eigenlijk zonde van mijn tijd.
Dus meestal ben ik maandagavond in Den Haag en dan dinsdag, woensdag, donderdag zijn onze vergaderdagen. Dinsdag hebben wij eerst de fractie. Daarin bespreken we alles wat er die week op de agenda staat. Ja, dan zit de voorzitter aan de tafel. Er zit de voorzitter, dus de enige met de vaste plek en de rest zit er omheen. Met 40 man vergaderen we dan. En dan zitten ook nog andere mensen in die zaal bij. Dus ook Mark Rutte en noem ze maar. Mark Rutte niet, maar zijn assistent okay. wel. Zijn persoonlijke okay. medewerker, want dat is ook belangrijk. Dat je... Waarom zit hij daar niet bij? Nou, Mark Rutte is de premier. Vaak is hij in het buitenland. Of hij zit in het torentje, of hij is ook op werkbezoek. Mm-hmm. De Kamer en het kabinet, dat zijn wel echt twee gescheiden werelden. Eigenlijk moet je hetzelfde zien als een gemeenteraad. Daar heb je ook ja, de wethouder en de fractie. Ja, de gemeenteraadsleden zitten ook niet bij het college. Nee. En andersom, de wethouder bij de gemeenteraad okay. is ook niet goed. Dat hoort niet. Nee. Maar ze krijgen wel dat gevoel mee wat er leeft, wat er speelt. En wij werken dan aan de hand van notities. Schrijf je op wat het probleem is, wat de oplossing is, wat andere partijen ervan vinden, hoe het financieel zit. En alles op één of twee A4'tjes. En als je daar de goedkeuring krijgt en je krijgt ook wat collega-vragen en je geeft antwoord op, dan mag je het ook gaan doen. Dus dat doe je dan in de rest van de week op de woensdag en de donderdag. Vaak de vergaderingen, niet altijd in de plenaire zaal, maar vaak ook in kleine kamertjes daarbuiten. Met de staatssecretaris of die minister en je stelt vragen en antwoorden. En uiteindelijk rond je het weer af en dan kun je bijvoorbeeld moties indienen. Dus zeg maar dat je een opdracht geeft van joh, ga dit doen. En dan met ook een termijn erbij, dat is natuurlijk wel slim om te zeggen, nou over 3 maanden of 6 maanden wil ik weten wat ermee gebeurd is. Ja, want anders dan zeggen we gaan ermee aan de slag. Ja. Ik ga jou bellen, alleen wanneer, dat weet dan niemand. Nee, dat moet je echt wel afspreken en ook goed bijhouden. Toen jij net in die raad of in die Tweede Kamer terechtkwam, hè, had je toen zoiets van wow. Nu zit ik echt wel op de plek waar het gebeurt. Of hoe gaat dat? Ja, het is heel eervol. Zeker als je net gekozen wordt, dan denk je, wat gebeurt er? Een soort rollercoaster. Aan de andere kant, ik had ervaring in de provincie en in de gemeente. En daar heb je eigenlijk hetzelfde proces. Ja. Alleen hier heb je natuurlijk 600 journalisten erbovenop. En in de gemeenteraad hooguit 1 of 2. En nu in 1 keer is van je hobby, is het je werk geworden. Dus dat is wel een verschil. In plaats van voor een gemeente doe je het nu voor 17 miljoen Nederlanders. Dus dat schept verwachtingen, en schept ook verantwoordelijkheid en het is heel eervol om te doen. Je had het over die media, hè? Die ligt nogal onder vuur, met name ook door Trump, door het gebeuren in Amerika. Wat vind jij daar nou van? Ja, ik vind de media goed, daarom zit ik ook hier, om altijd, het houdt je scherp en je moet altijd verantwoording afleggen wat je doet als volksvertegenwoordiger. Ja. Dus je hebt elkaar nodig. Hè? Jij kan niet zonder mensen in je programma. Klopt. En wij kunnen niet zonder de media, want hoe gezamenlijk belang dus. Anders de boodschappen overkrijgen. En dan moet je respect hebben voor elkaars taken en rollen. En ik vind het goed dat er kritische media is. Er zijn heel veel landen in de wereld waar dat niet kan. En dan krijg je een soort dictatuurachtig gedoe. Dus de media de schuld geven vind ik eigenlijk altijd slecht verhaal. Je moet zorgen dat je boodschap zelf over de bühne komt. Goed, en natuurlijk, sommige media zijn een beetje gekleurd, dat weet je. Maar je moet wel je best blijven doen om die relatie goed te houden. Ja, het is niet zo zwart-wit, hè? Als de linkse en de rechtse media, zo zit het in de praktijk helemaal niet in elkaar. Terwijl ik me best voor kan stellen dat mensen dat zo zien. Hey, maar hoe verhoudt zich dat nou bijvoorbeeld tot wat de PVV, hè, met Geert Wilders? Hoe verhoudt zich dat tot hoe hij handelt? Bijvoorbeeld het opzeggen van, we gaan niet naar het debat. Volgens mij is in zijn tweets al nog letterlijk doei. En dat had dan te maken met het feit dat zijn broer, die overigens in Tiel woont, gereageerd had in de landelijke media. Ja. Wat vind jij daarvan? Nou, hij moet zijn eigen weg kiezen daarin. Mm-hmm. Kijk, ik zit vlakbij hem in de Kamer ook. En je zit vlak achter hem, hè? Ja, ik zit in de buurt van zijn vak. En met een aantal PVV's heb ik prima contact. Maak je hem dan ook, zeg maar, off the record mee? Nee, eigenlijk niet. Want hij is altijd omgeven door beveiligers. En ook nog een haag van journalisten. En alles wat hij zegt, komt natuurlijk meteen de media op af. Terwijl ik denk van ja, het is natuurlijk heel vervelend, de situatie waarin hij zit. Maar ik zit in de Kamer vooral om dingen te bereiken. En ik heb het gevoel dat ik zelf dingen bereik. Ik weet niet goed. Zeg jij nu eigenlijk dat hij geen dingen bereikt? Nou ja, hij krijgt veel aandacht. Maar ga eens kijken naar de oplossingen die hij voorstaat. Ga eens kijken naar het verkiezingsprogramma, een A4'tje. Het is niet altijd even rechts, hè, als je naar zijn programma kijkt. Economisch zeker niet. Nee. Maar ik denk dat je kunt ook roepen en aan de zijlijn staan. Maar je kunt ook werken aan oplossingen. En misschien is dat minder sexy. Krijg je er minder aandacht voor. Maar daar gaat het toch om hoe je Nederland beter maakt. En kijk, de kiezer is niet verkeerd. De kiezer voelt, heeft zorgen. En de kiezer van de PVV, maar die zorgen die deel ik ook. Hè, van blijft Nederland wel Nederland? Hoe gaat het om met de immigratie? Hoe gaan we voorkomen dat zometeen allemaal Afrikanen richting West-Europa komen? Ja, waar komt dat nou vandaan, dat hele onderbuikgevoel? Nou, het is geen onderbuik. Het is ook gewoon een realiteit natuurlijk dat migratiestromen zijn geweest. Jawel, goed, maar zaken worden wel op de spits gedreven. Het is niet altijd zo zwart-wit zoals het gesteld wordt. Nee, maar er zijn wel... Dat is mijn mening, hoor. Ja, er zijn,
maar er zijn wel problemen. We hebben natuurlijk gezien 60.000 mensen hier naartoe, 1 miljoen naar Duitsland. Dat is niet houdbaar. Weet je, dat is too much. Maar verandert natuurlijk ook heel wat in de wereld. Daar moet je oplossingen voor vinden. En de VVD heeft gezegd, nou, laten we dan kijken wat is het probleem en wat is de oplossing. Wij gaan voor opvang in de regio, dat is het beste. Dus je kunt van Turkije heel veel vinden. Maar we hebben afspraken gemaakt met de Turken om de Syrische vluchtelingenstroom. Om die... Met een zak geld erbij. Met een zak geld, dat hoort erbij. Hè, want je moet wel realist zijn. Maar het is beter om de mensen in de regio op te vangen. Dus op het moment dat het daar beter gaat, dat ze sneller weer terugkomen, dan ze allemaal hier naartoe te halen. Want dat kan gewoon niet. En nu zul je dus ook met de landen in Noord-Afrika, hoe lastig dat ook is, zul je ook afspraken moeten maken. Hoe voorkom je dat? Want nogmaals, ja, Afrika, een continent met zometeen, 2 miljard mensen. En heel veel daarvan willen natuurlijk naar die welvaart. Die willen dezelfde welvaart als wij hebben. Dat zijn niet allemaal vluchtelingen, dat zijn vaak economisch gedreven mensen. Geeft ze geen ongelijk. Maar je moet dat soort problemen wel oplossen. En daarvoor heb je een sterk Europa nodig. Dat zijn buitengrenzen bewaakt. En wat ook zorgt voor echte oplossingen. Ja. En alleen maar roepen van hekken dicht of grenzen dicht. Maar is niet geen prikkeldraad. Hoe ga je dat doen? Ga je 400 kilometer prikkeldraad rond Nederland maken? Dat is volgens mij geen oplossing. Nee. Weer even terug naar die Tweede Kamer. Er wordt hard gewerkt. Ja. Met name veel uren gedraaid. Heb je nou ook nog leuke anekdotes die eigenlijk het nieuws niet halen? Wat ik altijd leuk vind, als je de bewindspersonen ziet, daar heb je natuurlijk gesprekken mee. Maar die zie je natuurlijk ook wel eens in de Kamer lopen. Ik weet nog dat ik begon en toen was Jeanine Hennis, die later minister van Defensie werd. Ik kom daar als broekie kijken, zeg maar. Maar ze wist precies wie ik was. En zegt, hey, dat is Remco. En die deed een goed woordje voor me. Nou, dat is heel erg leuk. En met Mark Rutte heb je dat ook. Als je die tegenkomt, want hij loopt natuurlijk ook vanaf zijn departement af en toe naar... En dan geeft hij je zijn grote hand en hoe gaat het met je? En oprecht geïnteresseerd. En dat is wel heel erg mooi. En we hebben ook een restaurant in de Kamer, een ledenrestaurant. Ja. En dan zit je dus tussen de debatten door, zit je daar te lunchen, een broodje kaas of een uitsmijter. En dan zit je dus naast de premier of naast de minister. En gewoon over de dagelijkse dingen. Over de dagelijkse dingen ook, maar ook je kunt toch eventjes je boodschappen meegeven. En er worden ook oprecht vragen gesteld. Ja, en Nieuwspoort, kom je er ook regelmatig? Niet veel. Af en toe wel. Nieuwspoort, even voor mensen die dat niet weten. Nieuwspoort is een soort café, bar, zeg maar, die in het Kamergebouw zit. Bedoeld voor parlementariërs, maar vooral ook voor lobbyisten. Zodat je in contact kunt komen daar. Ja, op een andere wijze met elkaar kunt babbelen. Precies, alleen en het is een soort Nieuwspoortcode. Dus alles wat daar gezegd is, dat hoort daar te blijven. Ja. Nou ja, daar geloof ik niet, in. Nee. Ik kom er niet al te veel, want wat ik denk, als ik vaak in Den Haag ben en iedere keer ga je in de kroeg zitten, dat is niet goed. Je moet ook werken, je moet vroeg op en ook een beetje nuchter blijven. Dus een borreltje lust ik wel, maar dan eentje en dan liefst in het weekend. Niet te gek. Niet te gek. Nee. Hey, eventjes weer terug naar jouw eigen campagne. Ja. Je staat op nummertje 27. Als die VVD in de regering komt, nou ja, dan stroom je automatisch door. Hè? Dus dan zit er dik in dat je een tweede termijn kunt gaan maken. Wat ga je ervoor doen om dat daadwerkelijk te bereiken? Want je hebt een persoonlijke campagne. Ja. En je trekt flink voor leer, laat ik het zo maar zeggen. Ja, ik voel me, naast dat ik mijn portefeuille in Den Haag goed heb gedaan, waardoor ik op zo'n mooie plek 27 kom, vind ik het van belang dat je ook volksvertegenwoordiger bent en in de regio veel. Ja, hoeveelste was jij bij de eerste? 31. En nu 27. Dus je bent 4 plaatsjes opgeschoven. Ja, dat had natuurlijk meer kunnen zijn. Had meer kunnen zijn, maar aan de andere kant, ik ben blanke man, middelbare leeftijd. Daar hebben ze natuurlijk heel veel van. Ja. Maar ik zie het als een hele mooie beloning voor mijn werk. En wat ik belangrijk vind, is dat ik ook regio en met name Gelderland en Rivierenland vertegenwoordig in de Kamer. Ja. Dus wat ik doe, ik heb een tour, Tour 27. Ik ga, omdat je nummer 27 bent, precies, op de lijst. Op plek 27. Ik ga de 27, eigenlijk nog meer, maar ik ga de 27 belangrijkste plekken van Gelderland af. Dus dat start in volgende week. En ik begin in Lienden natuurlijk, waar ik woon. Ik ga naar Beneden Leeuwen, naar een bloemist, naar iemand die een nieuwe winkel heeft geopend. Ik ben in Tiel. Ik heb een debat op de scholen, op de RSG Lingen College. Ik ga naar Beuzeghem, Culemborg, Geldermals. Overal ben ik eigenlijk te zien met politieke cafés of juist met bezoeken. Ik ga naar een verzorgingstehuis toe. Alles om eigenlijk dingen op te halen. En weer even die feelingen te maken en natuurlijk mee te nemen naar Den Haag. Oké, dus je laat je gezicht wel zien. Absoluut, dat is nodig. En wat ik graag wil is dat mensen op een regionale kandidaat stemmen. Want dan kun je ook de dingen die hier leven vertalen in Den Haag. Ik denk dat het belangrijk is. Daarover gesproken, die A15. Ja. Het is vaak stilstaan en met name ook een hele gevaarlijke weg. Ook in de afgelopen jaren weer een x aantal doden die gevallen zijn door verkeersongevallen.
Wanneer wordt die nou aangepakt? In het najaar hebben we de eerste grote maatregelen. En daarna komen verbreding en dat aanbod. Hè, maar dat gebeurt bij het reguliere onderhoud. Maar wat we in het najaar gaan doen is dat we matrixborden krijgen. Op het traject Tiel-Ochten en andersom. Die zouden toch al komen? Die zouden komen, maar die worden nu versneld. En ik denk dat het een goede zaak is. Want het is een gevaarlijke weg wat je zegt. En het is denk ik belangrijk dat we dat ook met de regio samen, ook met een aantal burgemeesters hier op de kaart hebben gezet. En dat we de minister hebben weten overtuigen van doe dat nou, want dat is verstandig. Dus dat zijn de eerste kleine dingen die gebeuren. En daarnaast worden er wat opritten verbreed, wat beleidingen en dergelijke. Dus de veiligheid is op dit moment de grootste prioriteit. Maar meer asfalt concreet? Uiteindelijk willen we dat wel. Wat de VVD ook doet in het programma, we hebben dat laten doorrekenen als enige partij. Als enige partij in de Tweede Kamer stellen wij meer geld ter beschikking voor infrastructuur. Juist omdat je moet blijven investeren ook in asfalt. En zeker in deze weg, die Oost-West-verbinding, is niet alleen maar van belang voor de regio, maar ook natuurlijk voor heel Nederland. Omdat alle goederen vanuit Rotterdam richting het achterland en andersom, die komen over dit kleine stukje gebied. Of het nou weg is, water of spoor, dat moet optimaal benut kunnen worden. Maar hij staat voorlopig pas in 2028 op de kaart? Nou, we hebben ook gezorgd dat er geld naar voren wordt getrokken. Dat betekent dat je opnieuw prioriteiten kan doen. Wat ons betreft is dat eerder dan 2028, omdat we nu ook weer wat ruimte hebben gemaakt in de begroting. En ja, als wij de onderhandelingen goed doen, dan komt er hopelijk ook meer geld voor infrastructuur bij, want de noodzaak is groot. En we moeten dat gewoon aanpakken. Niet alleen op de korte termijn qua veiligheid, maar ook structureel met uiteindelijk verbreding. Nou, mooi gesproken. Je bent al vaker in het koetshuis geweest. Je hebt wel het een en ander geleerd als het gaat om je boodschap vertellen. Nou, dankjewel. Ja. Hey, daarover gesproken. We hebben bijvoorbeeld Thierry Baudet hier in de uitzending gehad, maar ook Jacques Monnasje. Die hebben we allemaal een zendtijd politieke partijen gegeven. Je krijgt van ons een minuut de tijd recht op camera om je verhaal nog even te doen. Oké. Dat wil je nu meteen? Ja. Prima. Oké. Nou, beste mensen. Nederland is uit een hele diepe crisis gekomen. De VVD en de PvdA hebben daar verantwoordelijkheid voor genomen. Het gaat nu beter met Nederland, maar nog niet iedereen merkt dat. Ik denk dat het belangrijk is dat iedereen het gaat merken. En tegelijkertijd, naast de crisis, die is redelijk is opgelost, zijn er ook nieuwe zorgen. En ook die zorgen, bijvoorbeeld als het gaat om veiligheid of immigratie, of hoe gewoon gaan we met elkaar om, wat is normaal en wat is normaal doen, gewoon de normen en waarden, dat zijn thema's die op dit moment spelen. Ik denk dat het belangrijk is dat u kiest iemand die u kent. Nou, dat zou ik kunnen zijn, Remco Dijkstra op plek 27 uit Linde, die problemen niet alleen adresseert, maar ook met oplossingen komt. Niet weglopen als het moeilijk is, niet alleen maar schreeuwen langs de zijlijn, maar gaan voor de inhoud. Dus stem op mij, Remco Dijkstra, plek 27 uit Linde. Mag ik op uw stem rekenen? Nou, dat was een goede boodschap. Hey, we gaan jou veel succes wensen. En na de verkiezingen nodig ik je graag nog een keer uit om eens te vertellen hoe het een en ander is verlopen. Kunnen we dat afspreken? Dankjewel, doen we. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. We zijn er volgende maand weer. Graag tot dan.